Hallo mensen, welkom op een nieuwe video op mijn kanaal Enclitch. Vandaag gaan we de president rondleiden door Los Santos. Dus, meneer de president, zeg maar hartelijk welkom. Hartelijk welkom iedereen. Dit is dus de matten. Het is een grote eer. Dus, wacht. Eerst naar... hier toe gaan. Wat zeg je? Ik ben nu nog maar pas gestart, dus... de limo deed het niet. Die pan. Ja. Die pan. Die pan. Die pan. Die pan. Nee. Ja, mensen, je kan nog niet goed zo vliegen. Je kan dus vliegen. Maar de mensen gaan u niet zien vliegen, hè. Die gaan u alleen maar zien landen. Hè. Ja, meneer de president. Ja, voilà. Dat is zo erg, hè. Mappe, je suck, mate. Voilà, mijn landing zegt secret ook. Niet op zich. Nee, ik zie dat niet nog niet, hè, man. Wat een stream is afhalen. Wel ook dankzij GSM. Ja. Pak iPad. Ik die van die zus. Nou, ik ga die gewoon even halen. Tot z'n beet. Tot z'n beet. Meneer de president is wel een aan het vliegen op de zee. Ik ga wel naar mijn hoe cruiseschip. Daar hier nog Mario. Ja. Fuck. Ja. Ik probeer geen schade aan de limo, meneer de president, want anders gaat dat hier niet goed komen. Ik wil niet dat je verkeerde gedachten over mij denkt. Jong, maak die limo maar kapot, joh. Ik ga voor mij mijn cruiseschip. Dat is even een cruiseschip. Dan ben je komt terug, dan ben je. Meneer de president. Andy? Ben je bijna geland? Een klein probleempje. Oei. Neergestort. Kom maar terug, ik bel de parking. Maar meneer de president, wat doe je toch allemaal? Ja, mijn snoetjes zijn ook weer niet correct en meet. Hoe traag rijd jij niet? Ronald. Ah, daar is meneer de president. Wacht, meneer de president, ik zal voor u de deur open doen. Ogenblikje geduld. Hartelijk welkom, meneer de president. Hartelijk welkom, wacht op. Dank u. Yo. Zullen we als één ding wat duurt en dan... Wacht, meneer... oh, maar... we gaan hier niet vechten, hè, meneer de president. Nee, nee. Ik ga u de deur open doen. Deur open. Oh, ook. Nou, dat gaat ook, meneer de president.
Mag ik rijden? Nee, meneer de president, ik ga rijden. Ik moet de rondleiding geven. Ah ja, precies. Ja. Ah ja, dat is de bedoeling, meneer de president. Voel de luxe. Ga ik ook een wapen nemen om mezelf ook te verdedigen? Nee, ik verdedig u. Ja, ik heb een cool wapen. Dat is niks, ik heb wapens. Ja, de ammunition alsjeblieft. De ammunition? Waarom wilt u daar naartoe, meneer de president? Kogelvrije vesten, kogelvrije vesten en leken voor de helft op de defensie. Ah, oké, okay, ja. Dan gaan we dat doen. Sorry. Eerste plicht hoeftij, hè. Oh, maar er is geen champagne, er komt hij. Hier zijn dus de armere wijken van Los Santos, meneer de president. Ja, ik zie. En we gaan een klein omwegentje nemen. Hopsakee! Ik wil die bieten naar mijn cruiseboot, hè. Een cruiseboot? Ja, ik heb mijn cruiseboot hier gekocht in Los Santos. Dus u blijft voor een tijdje? Ja. Maar ik ga wel even gaan. Oh! Oh! Hier, zie, kom, nog een kogel door de kop. Als het moet. Of bijna de president is verwond. Voelt u u veilig, meneer de president? Ja, ik voel me veilig, maar ik heb nog steeds kogelvrijvesten nodig. Sorry, ik kom. Ik ben toch naar boven voor wat doen? Wat doen we? Als je een beetje. Een beetje haasten, dus volle plankgas. Ja, plankgas. Ik betaal een nieuwe die muziek op dit is. Wat toch is. Sorry voor het raam. Ja, dank u meneer de president. Dat is er nodig. Ja, maar je had dat gewoon kunnen vragen. Ja, kom. Het is voor de president. Die heeft veel parkeerplaats nodig. Stap maar uit, meneer de president. Dank u. Ik heb een eigen kastje, ik hoop er ook wel staan. Nee, nee. Mag ik eerst? Wacht, ik ga naar voren een deur, kom op. Ziezo. Ik ga naar voren een deur. Ik heb hier niet spullen nodig. Kom, ja. Hoppala. Nog een paar wapen, dus toen. Thuis. Ik heb een speedbaan, wist u dat? Nee. Ah. Ik heb op u testen, een speedbaan. Dat zou een hele eer zijn, meneer de president. Oké, okay, maar dan mag ik ook rijden. Ja, maar eerst gaan we de rondleiding doen. Hoe lang is de rondleiding? Boah. Niet heel lang. Ja, meneer president. Help mij, help mij, help mij, hij heeft op mij geschoten, help, hij heeft op mij geschoten. Kom meneer president. Oh, het is natuurlijk die finale nog vaart. Kom. Ah, ja. Ik breng u eerst naar de beste bioscoop van LS. Die mooie bioscoop. Ja, en er komen heel veel bekende mensen. George Clooney, Matt Damon, al zelfs Angelina Jolie. Oh. Maar aan haar borstje moet je niet zitten, want die heeft ze afgedaan. Nee, de president houdt van humor.
Dat is al een pluspuntje. Oh. Auto. Terrorist. Ja, maar het is voor de president. Die heeft haast. Hoi, ik ga goed. Ik betaal je voor niets te maken. Ik geef volle plankgas, maar die auto is niet snel genoeg. Ah, wilt u geld verdienen per uur? Oh ja, dat mag, meneer de president. Oké. Okay. Oh, en hier staat een limo. En ik heb hem moeten kopen. Ziezo, meneer de president. Dit is hier de beste cinema van heel LS. Pas op. Hoe kan ik vragen dat je mijn bodycard hoort? Geen idee. Dat wordt ook zo. Kom meneer de president, we gaan een keer op in de cinema kijken. We moeten eerst een kaartje gaan kopen. Oh, kijk, ik heb hier een kaartje. Kan dat nu een bodycard aanbetalen? Nee. Ik heb... Ah, wacht eens. Ja. Politie, ik weet niet waarom. Wacht, meneer de president, ik bescherm u wel. Pas op, er is een bom aan de limo. Weglopen. Wat de fuck? Welke terrorist heeft dat gedaan? Die limo! Peter. Die heeft met 200. Gloed, hè. Die heeft met. Jij dan gloed, hè? Nee. Hier, kom meneer de president, hier is nog een limo. We hebben een nieuwe limo. Voilà, dat is het. En dat van de politie kwijt zijn. Maar ik heb een andere auto staan, ergens. We zullen die nemen. Gaat het, meneer de president? Ik ga je een beetje verbrand maken. Ik zou wel een mooie limo kunnen. Hebt u de politie nog, meneer de president? Nee. En u? Ja, ik heb nog... Ik ben aangereden, ik ben aangereden. Wacht, meneer de president, volg mij. Wat is dat? Can't handle the heat, my friend. Ik heb de politie ook kwijt. Leave it with creepy Uncle Lester. Hier, stap in mijn auto. Ik kan een veiligere auto voor u halen. Nee, kijk, ik heb nog een betere auto. Ik ben voor een vrije auto. Ik ook. En hij kan tegen knallen, dus ik heb niet het probleem. Ik heb elke minuut in het stem. Ja, ik wil wel naar mijn jacht gaan, normaal. Ja. We zullen naar uw jacht gaan, meneer de president. Een ogenblikje geduld. Ja. De rondleiding zal voor een andere keer zijn. Deur toe, meneer. Het is een dure auto. Ja, ik betaal die auto niet helemaal. Ja, dat zal. Heb je de deur dom? Ja, laat maar. Kom, we nemen de Kuruma. Ja, dat kan niet tegen... Wat is dat?